Farm Import NV herdenkt vandaag haar 15-jarig bestaan. Het bedrijf voorziet de klanten van kwalitatieve farmaceutische producten en diensten. Farmport is vooral bekend vanwege haar plantaardige producten en geneesmiddelen. Volgens Farmport-manager Graciela Wongsorejo is een van de belangrijkste verworvenheden dat het bedrijf de officiële distributeur is van moderne insuline in Suriname. We blijven positief en doen er alles aan om de continuïteit te garanderen. Onze boodschap daarbij is, leef gezond en be safe. Volgens assistent-manager Gary Jensem heeft het bedrijf een bijzondere mijlpaal bereikt. Je zit er niet echt stil van, is het al 15 jaar? Je probeert gewoon de dagelijkse taken te doen en uiteindelijk is alsof ik ook zelf merk van, je wordt 30 en dan denk je, ben ik al 30? Je staat er eigenlijk niet stil en zo ook bij het bedrijf. Morgen worden 15 jaar en je denkt gewoon, is het al 15 jaar? Maar uiteindelijk is dat natuurlijk heel prettig om te horen van oké, we hebben het al 15 jaar lang in stand gehouden. Dus heel veel bedrijven, je hoort al hoe vaak bedrijven, je hoort wel hoe vaak bedrijven starten en dan weer na een paar jaar sluiten vanwege dergelijke problemen. Ik zal niet per se in diepte gaan, maar dus 15 jaar lang is toch wel een prestatie dat je toch jezelf moet gunnen van je hebt het toch wel goed gedaan, je hebt het nog zo ver kunnen volhouden. Jensem zegt verder dat Farmport zoveel mogelijk mensen wil helpen. Echter zijn er veel restricties als het gaat om medicatie. Je kan en mag niet alles verkopen omdat bepaalde geneesmiddelen uitsluitend verstrekt mogen worden op recept. En dat betekent dat je niet met een recept naar een drogisterij hoort te gaan. Je hoort dan bij de apotheek te gaan. En daarom beleveren wij zulke geneesmiddelen ook alleen bij de apotheken. Bijvoorbeeld insuline lief, als een drogisterij vraagt, mag ik ook insuline verkopen? Ik zeg gewoon, helaas niet. Want het staat niet in jullie vergunning dat jullie dat mogen verkopen. Of verstrekken in dit geval. Dus insulineproducten of echt receptgeneesmiddelen leveren wij alleen op apotheken. OTC's kunnen we dan nog naar de drogisterij, omdat zij ook bevoegd zijn om dat te verstrekken. En bijvoorbeeld bij supermarkten verstrekken wij helemaal geen geneesmiddelen, ook al is het OTC. Gary Senyen, hij is assistant manager bij Farmport NV. Het bedrijf viert vandaag haar 15-jarig bestaan. Farmport is onderdeel van de Intermet groep.